mijn moeder heeft echt mooie benen en billen, ja. Ja? Ja, echt. Ja, ik heb het echt van haar. Oké, afspreken. Maar, ik heb er geen titel van gekregen, dus ja. Word ik jouw stiefpap? Oh my god. Dan heb je echt een leuke tijd, hè? Nee, ben je gek? Yo, kom eraan, man. Zie je zo. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door BadCity.nl. Hey, Marijntje! Hey, stond je verstopt? Ja, ik denk... wat is dat nou weer? Binnenburg! Oh, lekker, met cola. Ja, ja, met cola. Zometeen, hè? Ja, gaan we zo even opdrinken. Hierna. Ja, dat kan wel. In de hotelkamer. Ja, jij rijdt ons daarheen, joh. Zit je goed zo? Of ik zit, moet je ik zit heerlijk. Hey. Hij kan ook liggen, dan... Oh ja, dan kan ik alvast... Hé, hey, maar goed, dankjewel. Leuk. Ja, lekker. Ja, uit het noorden, hè? Ja, uit het noorden. Kom jij ook vandaan, hè? Ja, hartstikke mooi. In Friesland. Ja. Hé, hey, maar ik begrijp iets niet, hè? Nou. Jij bent... Hoe oud ben je? 21. Je hebt geen rijbewijs? Nee. Waarom niet? Over 2 weken ga ik afrijden. Oh. Ja. Want nou moet je ook met openbaar vervoer. Nee, maar in Friesland is alles gewoon lekker dichtbij. Ik ben nu pas een beetje in de Randstad. Ik heb altijd gewoon in Friesland gewoond. Oké. Scootertje vanaf mijn 16e. Oh ja? Dus ik had hem nooit nodig. Nee, omdat daar alles bij elkaar zit, hè? Ja, dus ik was in 15 minuten, ik had mijn school daar, ik had mijn werk daar, dus... Ja, en je hebt daar maar 1 winkelcentrum of 1 supermarkt. Ja, je bek. Sinds kort internet. Ja, sinds kort internet, 4G, ja. En jullie hebben 3G nog. Ja, we hebben nog 3G. Maar ik hoop dat het volgend jaar komt. 5G. Ja. Godsamme. Nee, maar dit is een klote. Maar hoe laat moet je beginnen 's ochtends hier? Nou, dat verschilt. Ik kan heel vaak met Danny mee rijden. Die komt uit Leeuwarden. Dus dat scheelt. En nu, ja, ik heb de trein om 9:30 gepakt. Ja. Dus, dat is prima. En dan doe je er 1,5 uur over zo? Ja, 3 kwartier. Een uur en 3 kwartier. Uur en 3 kwartier, 2 uur. Ja. Oh, ja. Gezeik. Oh. Bijna mijn rijbewijs. Ja, ik moet goed je best doen met rijden. Ja. Met rijbewijs te halen, dat toch? Ik een leuke instructeur heb. Ja, dat maakt bij jou niks uit. Ja, als je een kusje geeft, dan ben je geslaagd. Ja toch? Nou, als ik hem niet doodrij. Hey, maar hoe ben je dan bij Roemer gekomen? Want Danny zei dat hij sollicitatie had. Je had een e-mail gestuurd, toen kwam je binnenlopen in kantoor. Je had nog geen woord gezegd, toen zei hij van je bent aangenomen. Je bent aangenomen. Ja. Kan je ook bij mijn management meteen? Dat zei je ook. Nee, hij had mij een DM gestuurd. Hij had mij blijkbaar gezien op TikTok. Oh. Dus toen had hij een DM gestuurd van, yo, wil je in Amsterdam wonen en kan je presenteren? Ik zei, kan niet presenteren, ik heb wel ambities. Ja. Yeah. En toen ben ik een keer meegegaan naar kantoor. Ik mocht meteen de straat op met René. En ja, vanaf dat moment had ik een goede klik met Danny. Liep het goed op kantoor. Oké. Okay. En nu zijn we een jaar verder. Dat meen je niet, dus zo is het gegaan. Ja. Oh, dus hij bood je ook een huis aan gelijk. Zo, even gaat dat, die gozer. Dat is normaal. Als ik wat vraag, dan is het... Ja, dat moet ik doen. Ja, jij woont ook in een kastelenhuis, toch? Ik woon lekker boerenland. Ja, heerlijk. Ik woon lekker op Oosje. Ik denk dat ik nog... Mijn dorp is volgens mij één straat, echt. Ja? Ik woon echt op het platteland. Wil je niet in de stad wonen dan? Nee, maar voor mij niks waard. Nee? Nee, kom ik al mijn meisjes tegen zoals jij. Dan ben ik zo weer gescheiden. Ik kom ook van het boerenland hoor. Ja. Ik ben hier ook niet te vinden. Nee, maar dat gaat. Nee, dat vind ik niks. Ik vind het nou lekker rustig. Als ik hier naar de drukte wil, ga ik lekker heen. Ja, dat snap ik. Ja. Het is hier zoveel prikkels. Ja, maar het is niet heb jij dat ook? Ja, toen ik hier voor het eerst kwam, ik dacht echt, wow, waar moet ik kijken? Maar nu? Je hebt toch een vriend? Ik heb een vriend, ja. Ja, mag je wel kijken. Oh, ja, ik mag wel kijken. Bedoel je dat niet? Nee, ik kijk naar andere dingen en niet dat... Maar anders, mag ik wel kijken. Ja. Hier zijn wel wat knappere mannen dan in Friesland. Ja? Friesland, ja. Friesland. Hey, maar jouw vriend heeft ook een schaatser of een short trekker. Short trekker, ja. Short trekker, ja.
Nu alleen nog maar short. Dat had wel weinig nodig. Snap ik ook wel. Ja, maar hoe lang doet hij er altijd over? Zo'n rondje. Nou, het gaat heel snel. Oh, het rondje gaat heel snel. Ja, snel, heel snel. Ja, hè? Hij zit met alles snel hoor. Alles heel snel, ja. Zonder verjaardag. Ja, zonder zo. Ik kan ook nooit naar Mauw. Echt. Nee, was maar grapje. Maar hoe lang doet hij erover? Hoe lang doe jij erover? We worden gesnijd, we rijden te hard ofzo. Wat? Vraag maar aan die knippert in ons. Oh. Kijk, mijn zoon is 15 jaar, hè? Ja. En hij heeft allemaal van die vriendjes. Allemaal vriendjes komen altijd bij ons, weet je, allemaal van die kakkertjes. Paardpijper, regio loser. Ja. Dus ik zeg tegen die jongens, hij zegt tegen wie heb jij binnenkort in de auto? Ik zeg Marijn. Ken je haar? Marijn Kuiper. Kuipers toch? Ja, Kuipers. Ja Kuipers, maar die heeft een lekkere reet, hè. Maar die jongetje is gewoon van 15 jaar. Is dat niet normaal? Ja, dat is niet normaal, nee. Hoe kan dat, hè? Ja, ik was vroeger niet zo, hoor. Ik was 13 al, denk ik. Zag je mij raar kijken, maar jij was niet zo. Hoe kan dat dan? Nee, ik was niet zo. Nee, maar het is toch goed. Heb jij veel van die jonge gastjes? Ja, ik heb heel veel jonge jongetjes. Maar toen ik voor het eerst op een groot account werd geplaatst. Ja. Mijn account is best wel groot geworden omdat ik op één account was geplaatst met 500.000 volgers. En dat was echt een beetje een mannenaccount. Een beetje memes. Hoe bedoel je? Wat voor account was het dan? Ja, een beetje met grapjes, memes. Echt wel voor jongens. Jongens volgen dat. Toen werd ik daarop geplaatst. Gewoon met een foto. En toen kreeg ik 6.000 volgers eruit. Dus vanuit daar ben ik alleen maar van die jonge jongetjes eigenlijk gaan krijgen. Okay. En ja, billen. Alle billenkijkers. Het is niet dat elk meisje naar billen kijkt. Nee. En dat leuk vindt om te volgen. Nee. Mannen wel. Ja. Ik kreeg gekke DM's en zo. Van voetballers en zo? Ja? Wie? Ja, nee, Niet dat we niet gaan geen spelers naaien. Ze willen jou wel naaien. Maar we gaan niet hun naam noemen. Niet vertellen. Maar wel... Eredivisie in Nederland, of niet? Ik ken die jongens allemaal niet, maar ik krijg wel genoeg voetballers. En wat zeggen ze dan, bijvoorbeeld? Ja, of ze reageren... Voetballers doen altijd zo'n vlammetje of zo. Oh, van basic reageren op iets. Ze wachten tot jij reageert. Ja. En dan meerdere foto's liken of zo. Weet je, echt. Die voelen zich wel net iets te man om een lief complimentje te sturen, maar dan wel laten zien... Ik heb daar water voor jou trouwens. Oh, lekker, dank je. Hey, maar... Oké, dus dat doen ze wel, ja? Dan gaan ze en veel DJ's. DJ's ook? Ja, je mag straks wel even in mijn DM kijken. Mag ik even in je DM sliden dan? Nou, dat heb je al gedaan. Met een fitnessfilmpje. Ik ben ook een voetballer. Ja, jij bent ook een voetballer. Dat zit nog steeds erin, hè? Ja. Zal ik er maar in, maar het is gewoon... Ja, dat blijven voetballers, hè? Ja. En DJ's ook dus. Die kun je wel noemen, toch? Maar gewoon echt grote sterren van Nederland. Ja, ik weet niet meer zijn naam. Wacht. Ja, ik kan ook echt geen naam, maar ik kan het wel laten zien aan jou. Wacht, want jij kan het zo populair doen in je... Oh, die! Ja! 2,7 miljoen volgers leuk, of zo. Ja. Leuk, hij is een leuke gozer. Ja, leuke gozer. Ja. Nou, ik heb niet gereageerd, maar ik... Jij mag niet, je hebt toch een man? Ja, ik mag toch wel reageren op mannen als zij iets zeggen. Vind je dat niet? Oh, nee. Hangt er vanaf, ik ga niet met ze flirten. Nee. Ja, als iemand precies, iets zegt, dan kan ik toch wel prima daarop reageren. Gewoon reageren wel, ja. Dylan is daar echt de chillste ever in. Ja, hij is echt heel chill. Hij zal mij nooit iets verbieden of zeggen dat hij niet wil dat ik met... Bijvoorbeeld met Tatjula maak ik ook leuke video's, toch? Ja, maar ik hoor wel veel mensen die zeggen... Maar hij vindt dat alleen maar grappig dat mensen dat dan denken. Ja, hij reageert dan ook weer op comments. Ja, volgens mij is dat ook haar vriendje. Okay. Dus hij gaat er gewoon niet mee. Mooi. Ja, dat is gewoon relaxed. Ja. Daar hou ik wel van. Weet je, gewoon lekker normaal doen. Ja, daarom. En hij krijgt ook wel geen jaloers. Maar hij... is hij dan ook vaak weg en zo? Wat voor niveau doet hij, Shorter? Echt hoogste niveau? Nederlands team, ja. Hij doet het hoogste niveau. Dus hij zat met Suzanne Schulting ook? Hij zit met Suzanne. Ja, ze zijn nu World Cup 4. En hopelijk mag hij mee naar de Olympische Spelen. Hij is in 2018 ook geweest. Dus hij is echt serieus shit. Shanky Knecht, ja. Ja, Shanky erbij. Ja, hij is heel veel weg nu, maar... Oké. Oh, ja, maar dat is ook wel leuk, toch? Dat ze met zo'n...
met gemixte meiden en jongens weggaan. Ja, ja, superleuk. Ja. Met z'n allen 3 weken. Ik weet van niks. Ja. Nee, ik vertrouw hem. Even extra trainen. Ja, ja, extra trainen. S'avonds nog uurtjes en ik moet die krachttraining doen, weet je wel. Ja. Krachttraining. Kan niet bellen, kan niet bellen, sorry. Suzanne. Zegt hij net een keer een naam bij jou? Oh, Suzanne. Nou, weet je wat dan? Suzanne is grapje. Suzanne komt moeder in de auto. Ja, echt? Wat leuk, ja. Nee, Suzanne, die heeft ook gewoon een vriend. Suzanne heeft ook een goede body, hè? Zo, ja, normaal. Zeker. Wat, ze hebben een buikspier en ook een dikke naad. Ja, huh? al die schaatsers. Benen, die benen ook en zo. Heeft jouw man ook natuurlijk zo'n benen. Ja, lekkere benen, billen. Ja, hè? Stop, ja, al die mannen spieren daar. Ja. We staan de hele tijd kort op die schaats, ja, heel zitten gebogen en diep doorgezakt. Tactiek, hoor. Diep doorgezakt en dan, ja, bewegen. Precies, bewegen. Was jij niet... Hey, maar ik heb een primeurtje. Jij hebt een primeurtje voor mij, hoor ik. Is dat zo? Ja, jij hebt zoiets van iets gevraagd van iets of zo. YouTube-programma. Misschien, ja. Wat is dat van, vertel eens, wat is dat dan? Ja, sinds kort zit ik... Ja, dat is wel echt een primeurtje, hè? Niemand weet het. Oké, vertel. Ja. Vertel, ik ben een en al hoor. Ken je Hooli Girls? Zijn die soort vrouwelijke stuk tv? Nee, oh. Superleuk, ja echt. Die meiden zijn helemaal gek. Die doen elke week de gekste challenges. Nee. De gekste. Ja, en ik mocht een keer in een special zijn. Was superleuk. En toen moest ik geblinddoekt uit zo'n hoe heet dat? Appen, sorry. Zo'n gat. En dan moest ik... Gloryhole. Ja. Nee! met mijn knijper op mijn neus en dan kreeg ik van alles en dan moest ik raden wat het was. Het stond zijn chula erachter. Hey, vriend zei, oh, dat is mijn niet erg. Ja. Nee hoor, nee. Gelukkig niet. Maar was dat spannend, Gloryhole? Ja, hartstikke leuk. Ik heb het nooit gedaan, ik zou het ook wel een keer willen zo. Oh. Maar ja. Ik heb een keer gezien dat iemand zo met zo'n aansteker... Maar wat kreeg je in je mond? Of wat moest ik kreeg cactus, een koeientong, een varkensneus. Ja, echt hele heftige dingen. Ah, dat is toch vies, man? Ja, dat is heel goor, man. Wat was je reactie? Alleen maar gillen. Waar proeft het naar? Fout. Waar proeft het? Ik weet niet, ik was zo in paniek. Want je wil gewoon even zo likken en dan voel je wel... Het proeft niet echt ergens naar, maar je voelt gewoon dat het nat is. Echt goor. Maar oké, daar... Ja. Daar was één meid weggegaan. Dank je, stinken. Ik was God, ik kon me ook zo niet concentreren met jou, hè? Weet ik, snap ik. Er is één meid weggegaan en toen had ze mij gevraagd als vast gezicht, dus ik mag elke week de gekste challenges doen en. Ik ben helemaal niet van de challenges. Nee, vind je dat niet leuk? Nee, ik begrijp jou wel. Je bent jong. Ja, dat is leuk, man. Mijn eigen grenzen een beetje verleggen en gekke dingen doen. Ja, ik vind dat superleuk. Maar wat wil je dan doen? Wil je later ook op televisie of zo? Ja, ik wil gewoon echt dingen presenteren, shows maken. Echt of op Netflix, iets van een docu. Ik wil gewoon echt veel meer. Yeah. En YouTube doe ik ook. Dus mijn social media gewoon meer. Ik wil niet een simpele influencer zijn. Nee. Ik wil gewoon dat mensen mij ook oprecht leuk vinden om wie ik ben. Ja. Ja, precies. Nee, dat is alleen maar kijken naar de buitenkant, maar ook naar de binnenkant. Ja, niet alleen maar naar de billen. Nee, precies. Ik zag laatst een foto van gisteren of zo had je een foto geplaatst van Instagram van jouw vader en moeder. Ja, klopt. Een knappe moeder heb je, hè? Ja, vind je dat knap? Ja, hoe oud is ze? Ze wordt in december 53. Oh. En ze is helaas net uit elkaar met mijn stiefvader, maar single vrouw. Dus als er nog leuke mannen zijn. Ja. Niet dat ze erop zitten wachten, maar... Nee, maar woont ook in Friesland? Ja, zeker. Friesland. En de andere vader woont in Zweden, hè? Ja, mijn vader woont in Zweden. Maar hoe lang ben je nou bij je vriend? 1,5 jaar. Oh. Ja, echt coronaliefde. Had hij een scheve schaatser of zo? Dat hij met jou ging ineens? Hij gleed hem erin, zo zeg maar, op de ijsbaan. Hoe ging dat dan? Goed, vertel. Hij had mij echt... Zijn beste vriend heeft mijn beste vriendin ontgroend. Oh. Dus dat is echt lang geleden. Ja, heel lang. En toen volgden we elkaar en hij af en toe DM'de hij mij. Maar ik durfde nooit af te spreken. Plus ik had toen een vriend. Oh. En af en toe DM'de me. En toen kwam ik ineens hem tegen toen we weer 2 weken contact hadden. Ik had hem nog nooit gezien. Ik dacht, wow, wat heb jij een groot hoofd. En ik schrok ervan. Ik werd groot helemaal... hoofd? Ja,
groot. Hij was groot. Oh. En een groot hoofd. Ik denk zo. Meen je? Terwijl als ik nu naar zijn hoofd kijk, valt het me mee. Maar ja, hij had allemaal dreadlocks, dus het leek allemaal heel groot. Oh, dreadlocks? Ja. Laat een foto zien van hem. Ja, ik heb geen beeld ervan. Heb je nu nog dreadlocks of zit hij erop? Nee, nee, nee. Oh. Nee, hij heeft nu helaas geen dreadlocks meer. Shitlocks. Even zien. Hier zie je het wel, denk ik. Ah ja, knap. Knap gozer, man. Knap, hè? Ja. Ja, niet normaal. En nu heeft hij het kort. Ah, wel knap gozer, ja, man. Zo, ja, leuk, die, hè? Die vermaakt zich wel in de hotels, denk ik. Naast. Oh, nou, ik mag hopen voor hem niet. Ja, weet je het? Weet je het? Nou, nah, ik ben niet... Ik... Luchten toch wel? Met ja. Een fres. En, fres met kutjes heel. Kutjes heel. Nee, ik ben niet heel jaloers, maar ik heb wel bepaalde dingen dat ik denk van, nou, je hoeft niet zo... Oh ja? Ja, ik heb... Maar een beetje jaloers mag wel. Tuurlijk, ja, zeker. Maar hij laat mij ook volledig los, dus dan ben ik ook chiller. Ja. Ik vind het ook niet erg als hij met vriendinnen of wat dan ook even gezellig is. Dat maakt mij niet zoveel uit. Hij moet ook een beetje... Ik ben er niet in zijn leven om hem te beperken. Nee, 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 nee. Oh, dat is wel mooi, hè. Shit, dat is knap jacht gehad. Hey, maar... Nou, ben jij jaloers? Ik wel. Ja, ik ben... Tot op zekere hoogte ben ik jaloers. Kijk, als een man gaat praten met mijn vrouw, dat ja, mag wel. Mag wel, maar niet dat hij zeg maar een half uur bij mijn vrouw staat te lopen. Nee, dat snap ik. Dan zeg ik voor een gegeven naast mijn goed vriend wegwezen. Maar mannen hebben ook sneller dat zij gewoon er wel echt iets achter zoeken. Ja. Ik ben altijd, dan denk ik, oh, gezellig kletsen en zo. En dan hebben zij een idee van, oh, ik maak kans. Ja, ja, ja. Terwijl ik gewoon normaal aardig ben. Ja, maar mannen denken altijd gelijk met een lul. Zeg maar. Ja. Ja, dat is ook ja, zo. Daar heb je ook last van. Ik hou het wel, maar ik hou wel van ouwe hoeren. Maar, ja, maar dat is ook leuk. Dan ja, moet je er toch ook een beetje in houden. Tuurlijk, ik moet het niet te serieus doen. Maar kijk, ik zou zeg maar niet vreemd gaan of zo. Niet meer? Nee, ik zou dat niet doen. Ik zou gewoon, ja, ik ben ouwe lul nu, man. Ik heb alles al meegemaakt in mijn leven. Ja, dus, maar ik vind vrouwen nog steeds mooi. Ik hou van vrouwen en ja, ik hou van mooie vrouwen. Maar je haalt er toch ook heel veel uit van een beetje kloten en een tuurlijk, beetje kijken. Ja, dat mag ook, toch? Ja. En af en toe een keer wat erin, want ik haal er heel veel uit, maar... Nee. Heb je nou alles... Het is blauw en wit en dan ander... Daaronder? Wat, ja, wat gok is? Ik denk blauw. Nou. Ja, hè? Ja. Jij bent echt zo, volgens mij ben je echt zo van netjes geordend en... Nee, ik ben echt de grootste chaot die ja? er is. Ja, ja, ik probeer het wel. En als het moet, dan ben ik ook wel gewoon lekker steady. Ik moet alles opschrijven, anders gaat het mis. Nee, ja, vergeet je het. Ja, zo druk ben je in je hoofd. Ja, ik ben echt de grootste chaot dromer die er is. Mm. Ja, echt. Dus, nee. En in huis? Ben je hem netjes in huis? Of ben je ook... Nou, mijn moeder zou zeggen nee, dat is niet waar. Maar ik vind dat het best wel... Toen ik veel bij mijn vriend was, toen had ik een beetje wat meer het huishouden. Toen dacht ik, wow, ik lijk naar mijn moeder. Ik begon te zeuren ja, over dat Dylan dingen moest op gaan ruimen en zo. Ja. Maar als je het... Nee, ik ben niet per se heel netjes. Maar als ik iets ga ordenen, dan wil ik het wel allemaal. Ja, ik ben ook zo. Kijk, vroeger dacht ik dat er allemaal op staat te zeiken, weet je wel. Ja. Merk ik het zelf, als ik dat soms tegen mijn kinderen zeg... Ruim dit eens op. Ruim dat. Oh, ja, denk ik, oh man, je wordt echt zo'n oude seksnoor, ja, weet je ja, wel? Ja, echt zo. Ja. Oh, oh. Ja. Maar ja, ergens, het moet ook gewoon even gebeuren. Je moet gewoon even opruimen, anders word je gek. Ja. Want chaos om je heen is chaos in je hoofd. Ja, is echt zo. Echt. Kijk, zo. Dan mijn auto is wat schoner. Is hij altijd zo? Ja, ja, altijd. Altijd. Ik nee, hou niet van rotsen in mijn leven en in mijn huis en in mijn auto niet. Nee. Hé, maar jij sport nog veel, toch? Ja. Dus je bent echt druk, hè? Want je werkt dan hier, moet je reizen. Ja. Wanneer sport je dan? S'avonds altijd? Nou, ik heb een tijdje in de ochtend gesport. Vond ik wel heel erg lekker. Ja, dan ga ik om 7 uur sporten. En dan maak ik mezelf al een beetje klaar. Dan ga ik douchen. En dan kan ik om 9 uur richting Amsterdam. Ja, maar als je in dat ritme zit, is wel echt lekker. Ja, dat is ook zo. Maar ik ben het nu een beetje kwijt weer. Dus dan train ik s'avonds of wat dan ook. Maar als ik 's ochtends train, dan ben ik 's avonds even moe als dat ik de hele dag heb gehad en niet heb getraind, weet je wel? Ik moet altijd 's ochtends trainen. Ja. Als ik 's middags dan, zoals gisteren, moet ik mijn kinderen ophalen van school, 11:15. En dan kom ik thuis en denk ik, nog trainen, weet je wel. Ja, en dan ga je het uitstellen ja, en dan word je moeier en ja, moeier ja, en dan ja, werkt het niet meer. Ja, zwaar. Ik vind dat zwaar. Ik moet gewoon 's ochtends ja, bang wakker trainen. Precies. En in dat ritme blijven en niet...
Dus dat hou je gewoon allemaal bij en zo dan? Ja, maar ik merk wel dat ik daar echt wel nog een beetje mijn weg aan het inzoeken. Maar ik ben ook niet zo streng voor mezelf dat ik zeg, oké, als ik van deze week 3 keer even niet train, is het ook oké. Ja. Dus ik moet ook mijn rust hebben, want rust is ook herstel. En let je ook op dieet of wat je eet en zo? Ja, mijn basis is altijd wel gezond. Yeah. Ja, als ik ergens iets meeneem, is het altijd wortels of komkommers. Komkommers, hè? Ja, precies. Worteltjes mag ook. Ja. Winterpeet, toch? Winterpeet, ben je gek. Ja, dat dus, ja. Oké, okay. Dus wel op en kwark. Kwark. Neem je ook zo'n bakje mee naar het werk en zo? Met kwark, ja. Zeker, ja. Deunen heb je ook gedaan, hè? Wat een standje voor je het lekkerst. Of, ja. Nee, geef niet. Heb je last van, hè? Dat geeft niet. Ja, dat is meer. Nee, maar je hebt serieus. Deunen, daarom heb je die bips toch ook zo? Bips. Vroeger waren de turnsters juist echt van die spillebeentjes. Oh, ja? En alles. Nu krijgen ze echt wel wat meer body, omdat er ook veel kracht wordt gedaan en zo. Maar ik heb gewoon die bouw ook. Ja. Ja, ik altijd al benen. Heb je moeder het ook? Mijn moeder heeft echt mooie benen en billen, ja. Ja? Ja, echt. Ja, ik heb het echt van haar. Oké, afspreken. Maar, ik heb er geen titel van gekregen, dus ja. Word ik jouw stiefpap? Oh my god. Dan heb je echt een leuke tijd, hè? Nee, ben je gek? Oh my god, dan ga ik meteen naar huis. Nou, wat leuk voor je. Wil je dat uit het huis binnenkort? Nou, nee, ik ben heerlijk bij mijn moeder. Ja, ik kan zo goed met mijn moeder. We zijn echt 4 handen op 1 buik. Ja? Ja, ja. Dat is goed. We slapen samen. Als het moest, slaapten we samen. Gewoon top. Ik vertel ook alles aan mijn moeder. Nee. Alles. Oh. Zij weet echt alles. Ja, dat is goed. Dat je met iemand kan praten en zo daarover. Ja. En met je vriend, kan je alles tegen hem zeggen ook? Of heb je dan toch wel Nee, ik zeg wel omdat ik het heel vaak ook niet voor me kan houden. Maar hij kan wel moeilijk dingen zeggen. Hij stopt het. Hij stopt het wat meer weg. Ja. Hmm. Jij kan je gemakkelijk over je emoties praten. Hij stopt het weg. Ja. Even kijken. Ja, ik zeg wel alles wat ik voel en denk, ja. Maar ook als je ergens kut over voelt of zo. Ja. Ja, dat zeg je ook. Okay. Ja, dus dan zeg ik dat gewoon. Ja, ik ben wel. Wij zijn wel echt heel erg open naar elkaar toe en zo. Weet je, als we ergens mee zitten, dan zeggen we dat gewoon. Ja, maar is dat qua eerder gewoon. Kan je echt zo serieus een emotioneel gesprek hebben? Of is het meer dan eerder een grapje of ruzie? Nee. Ik kan wel gewoon een serieus gesprek. Mensen denken altijd, omdat ik altijd maar grappig ben en zo, ik geniet ook wel van het leven. Ik hou echt van het leven. Ja. Maar, en ik hou van leuk doen en. Ik hou niet van negativiteit, nee, weet je. Nee, precies. Ik kan niet tegen mensen die negatief zijn, dan ga ik weg. Oh, ja, dat komt dan helemaal over jezelf ook heen, ja, hè? Ik kan er gewoon niet tegen. Ja. Als mensen negatief zijn, dit is niet goed en dat is niet goed. En dan ga je doen, meteen, weg. Ja. Echt waar je mee omgaat, word je mee besmet. En als je mensen hebt in een goede vibe. Ja, tuurlijk. Dat is echt alles. Ik ga alleen maar met mensen om die leuk zijn. Ja. Die niet lopen te zeiken over alles en iedereen. En, ja. Weet je, dat doet me niks. Daar heb ik niks mee. Hey, maar even. Make a wish, doe jij ook iets voor? Ja, ik mag ambassadeur zijn voor Make a Wish. Mooi. Heel mooi, ja. Dus we gaan daar dingen voor schieten, ook voor Rumach. En dat vind ik echt super tof. Moeilijk toch wel? Want ja, we hadden laatst een afspraak bij Make a Wish en toen hadden ze video's laten zien. Nou, ik moest echt concentreren om even brok uit mijn keel te krijgen, want echt heftig. Dan besef je dat gewoon gezondheid niet zomaar. Normaal is, dat vergeten we heel veel mensen. Wow, dat je gewoon gezond bent en dat je kan doen wat je wilt. Daarom, laat staan je kind. Ja, wat dan ook. Oh. Tuurlijk. Ik heb nog geen kinderen, maar echt mijn grootste wens is om gewoon moeder te worden. En, maar als je kind dan ziek wordt, zo gek worden. Ja, ik snap het. Maar het is wel mooi dat ze jou als ambassadrice moet zeggen. Nou ja, maar ik ben helemaal in mijn nopjes. Ik hoop echt dat ik daar leuke dingen voor kan doen. Oh, leuk. Nou, mooi. Ja. Mooi compliment dat je dat mag doen. Ja, echt. En goed dat je het doet ook. Ja. Ja. Hoeveel volgers heb je nu op Instagram? 154. Gaat goed, hè? Ja, echt. Ik heb in. 6 maanden geleden had ik de 100k aangetikt. Oh, lekker. Oh, dat gaat wel hard dan. Het gaat super hard. Dus 57.000. Kijk, 54.000 in 6 maanden ongeveer. Ja, dat is niet normaal. Netjes. En ik denk 1,5 jaar geleden zat ik op 30.000 of zo. Dus goed hoor. Minder. Ja, echt bizar. Echt bizar dat ik denk, oké. Wat wordt nou het meest bekeken op jou? Turner? Nou, kijk, een billenfoto wordt natuurlijk. Het meeste geliked. Ik ben er ook in van. Maar
Ja, dat merk je wel dat als ik content plaats wat meer echt content is, ja, dan dat wordt wel veel gelijk. Maar uiteindelijk kan ik daar niet per se iets aan. Ik wil wel serieus voor merken ook zijn. Ja, het is leuk dat ik een bil heb en dat dat ook meehelpt en dat ik daar support van krijg. Dat mensen dat leuk vinden en dat ik ook fitness daar deel, maar ik moet ook een beetje om mij gaan in plaats van alleen. Ja, nee, precies. Dus ik probeer ook wat meer met werk te delen en ja. Ik verstond je gelukkig niet, dat scheelt. Nee, maar dat is ook zo. Hey, wat was het met FHM? FHM? Ja. Nou, vorig jaar stond ik er al in. En op dat jaar daarvoor stond ik op 372 of zo. Yeah. Had ik ook niet verwacht. Dus ik was al helemaal flabbergasted. Oh my god, dat ik daarin mocht staan, weet je wel. In een kooltrui tussen alle bikini meiden. Nee, ja. En nu stond ik op 23. 23 al? Ja. Oh, dat gaat goed. Ja, niet normaal. Dus, dan moet je nagaan. En had je nu wel een foto van je lichaam of ook gewoon? Nou, niet eens van. Ik zat zeg maar een beetje zo, maar wel in een bikini. Oh, okay. Dus het was wel wat. Nou, maar ik wil nog een keertje echt een hele mooie shoot doen. Yeah. Maar dat, ik wil niet zomaar dat doen. Dan moet het allemaal helemaal zo zijn zoals ik het wil. Ja. Yeah. Echt goed afgetraind. En Playboy? Playboy. Zou je dat doen? Nou, dat weet ik niet. Ja, het hangt er heel erg vanaf hoe het benaderd wordt. Want ik wil mezelf wel exclusief houden dat het niet alleen maar. Ja, om het lichaam gaat en over je mooie gezichtje, maar ook over wat En als het zo simpel wordt, dan wordt het ook minder interessant. Ja. Ja. Als je overal mijn billen ziet, dan wordt niemand meer warm van mijn billen. Ja. Nee, maar dan wordt het gewoon. Ja. Het is echt zo. Dat is echt zo. Zo gaat het. Ze heeft een lekker rek. Ja, en uiteindelijk is dat ook niet het statement. Ik ben blij dat ik ze heb. Tuurlijk. En ik kan ze er mooi mee showen, ik kan een beetje poseren ermee. Ja. Dus, wel wat meer alleen zijn dan billen en seks en inhoud. Inhoud, innerlijk. Innerlijk, je hebt een goede inhoud. Godverdomme, het is donker dan, man. Ja, dat is niet normaal, het is echt het is half weer. Het is 2:30, 2:30 misschien. Ja, het lijkt gewoon 5:00 s'avonds. Echt. Ja. En hier is dat trouwens opgenomen, man, dat reclamespotje van Bad City. Over jullie, ja. Ja? Ja, die nou, studio. Als je de volgende keer er bent en ik ben op kantoor, dan kom ik even langs. Ja, is goed. Dat heb ik wel even. Ja. Dat is gewoon hier. Wat grappig. Echt tegenover jullie. Nee, ja, ik zie je hoofd echt overal. Ja, mooi. Dat is niet te doen. Oh, gelukkig alleen mijn hoofd. Anders was het in de verleden tijd. Nou? Dylan ook al joekel, hè? Heb ik gehoord van Suzanne. Of nee, een grapje, man. Ze komt niet meer bij jou in de auto straks, hoor. Nee, het grapje, hoor. Suzanne was een grapje, lieverd. Ja. Ik zit ouwe hoer. Oh, precies voor de deur. Kijk hier. Kijk, top. Nou, leuk. Hartstikke bedankt. Ja. Jij bedankt. Ja, was leuk. En bedankt voor de Bokma. Berenburg. Ja, dat is lekker. Of met ijsthee, is ook lekker. Ja, met ijsthee? Ja. We gaan even een kopje koffie doen. Ja. Bedankt voor het kijken. Doei. Doei. Ga even op Instagram. Marijn Kuipers. TikTok ook. TikTok. Rumbach. Snapchat. Snapchat? Nee, dat doe ik niet. Oh, Snapchat. Wordt gek. Oké, doei. Doei. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door BadCity.nl.